balletje komt terug te zien van de man uit de Kiel. Chalmersteunen, hij pakt de winst. En het aanvalletje blijft uit. Dus we nemen over twee rijders van Amersfoort. Beter die volgende ronde. We zijn nog 13 tot 15 jaar betrokken voor het halve finale. We zien een goede start voor de man uit Oost. Die pakt hier de koppositie. Lars Horman natuurlijk de hele dag al goed. Snelt hier op een koppositie door. Hij legt zich mee op die tweede positie. Moet ik eens even kijken. Dat is denk ik dan de man uit Nuland. Moet Koen Dolle goed zijn. Nico Ekkelboom, hij zit dan op die derde positie. Dan is de laatste ticket.